Jullie hebben vandaag meegedaan aan een landelijke actie. Ja, 12 uur op wel 60 plaatsen in Nederland. Op initiatief van de dirigent van onze conculega's, het Almeloos Mannenkoor. Om het Oekraïens volkslied om 12 uur op 60 pleinen in Nederland ten gehore te brengen. Maar het heeft nog wel heel veel voet in aarde gehad, hè? Want het zijn meerdere koren bij elkaar. Het zijn meerdere koren. Normaal gesproken zouden wij met twee koren afijn. Het werden er uiteindelijk afvaardigingen van 6 verschillende koren. Het klonk fantastisch. Ja, het klonk heel goed. Ja. Maar hoe ging het instuderen? Want als je van verschillende koren bent, lijkt me dat vrij lastig. Nou, als je bladmuziek hebt en de nootjes staan allemaal op dezelfde plek, dan gaat dat normaal gesproken wel lukken. Maar we hebben in de dinsdagrepetitie hebben wij ontzettend intensief geoefend op Oekraïense volkslied. Jullie hebben één dirigent. Is dat dan niet lastiger? Nee hoor, zoals gezegd, als de nootjes allemaal bij iedereen op dezelfde plek staan, heb je aan één dirigent genoeg. In dit geval was dat onze dirigent, Frank de Bakker. Ik wil zeggen, bekend van radio en tv, maar hij deed het prima. Ja. En wat was jullie inzet om hier aan mee te doen? Ja, gewoon een beetje sympathie betuigen met een volk die het aanmerkelijk minder hebben dan wij hier. Je zag ook op een bepaald moment dat mensen die uit Oekraïne zelf kwamen, ja, mee gingen zingen. Ik zag er eentje uit mijn ooghoek die in volle borst meezong. En die zich ook geroepen voelde om de tweede keer erbij te komen staan. Ik heb het niet gezien, maar ik denk dat het voor haar wel een emotioneel moment moet zijn geweest. En buiten deze bijeenkomst, wat kunnen we nog meer van jullie verwachten het komende jaar? Nou, weet je, wij zitten nu een beetje in het post-coronatijdperk waarin we weer een beetje aan het opkrabbelen zijn. Er zijn alweer wat optredens gepland. Eerst nog een beetje in wat kleiner verband. Maar naarmate de tijd vordert en de stemmen weer helemaal op kracht zijn, gaan we er weer helemaal tegenaan. Bedankt. Alsjeblieft.